Onwetendheid was ooit een zegen. Anonimiteit was ooit een deugd. Niemand is echter meer verlegen. Om eindeloos, nutteloos, details te posten over zijn jeugd. Dames en heren, welkom op de populaire Social Network Shop. Applausje, applausje voor jullie zelf. Erg dapper dat jullie speciaal zijn gekomen vanuit Nederland. Ja, dit, dames en heren, kunnen we alleen samen. We leven in een heel bijzonder tijdperk. Door het internet is het fysieke contact zo goed als verdwenen. Maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden. Digital dating. Digital dating? Maar deze cursus ging toch over Farmville? Ja, daar heb ik me niet voor opgegeven. Wacht. Wacht. Wij doen dit alleen samen. Wat is je naam, schoonheid? Trudy van Leer. Trudy. En wat doe je zo in het dagelijkse leven? Ik werk in een verzorgingshuis. Ah, je bent dus een verpleegster. Heb je al eens een vriendje gehad? Nee. In de microfoon, Trudy? Nee. Heb je al eens een date gehad? Nee. Ben je nog maagd? Wat zei je? Ja. Ja, dames en heren. Ze is nog maagd. En als ik zo naar jullie kijk, is ze niet alleen. De enige daadwerkelijke partner die jullie hebben gehad is meneer De Vinger. Hm? Of madame de rechterhand. Geef mij een half uur van jullie tijd en ik verander jullie van saaie huismussen in flirtende, prachtige paradijsvogels. Hoe zorg je ervoor dat mensen naar je profielfoto kijken en liken? Uitstraling. Ja, uitstraling. Daar gaat het om. Jij, kom eens naar voren. Ja, ja, kom. Goed zo. Hoeveel mensen zouden deze profielfoto liken? Precies. Niemand. Daar gaan we even verandering in brengen. Goed. Die bril. Die gaat af. Die oogpleister. Die gaat er... Amai. Die blijft. Je haar. Voilà. Dat gaat wat losser. Oh. Haha, en kijk eens, dames en heren. Hè? Hoeveel likes krijgen we nu? Huh? Ja? Stel, je hebt je mogelijke digitale partner gevonden. Nou, wat zeg je zo'n eerste keer tegen elkaar? Hm? Laten we een rollenspel spelen. Jij en jij, kom even naar voren. Ja. Jullie. We doen dit alleen samen. Zo. Alleen samen, jongens. Kom, gaan we zitten? Goed zo. Goed, stel jezelf voor. Wie ben je en wat doe je? Laila Roop. Aha. Cytobiologisch laborant. Je bent dus een wetenschapper, duidelijk. Je zit voor het eerst met Laila in de chat. Wat zeg je tegen haar? Laat je haar maar spreken. Laat je dit eens zien. Nee. Alsjeblieft, niet. Dat doe je anders. Laila, ik vind je profielfoto fantastisch. Ja. Hoe zou je het vinden om elkaar eens voor het eerst in het echt te zien? En dan zeg jij... Laat je piemel eens zien. Wat? Nee, alsjeblieft. Niet doen. Alsjeblieft. En dan spreek je voor het eerst af in het echt... Maar waar spreek je af? Zoek een leuk en romantisch plekje. Trudy,
Waar ga je naartoe? Trudy! Trudy! Waarom doe jij zo? Ik zit nu al 20 minuten te luisteren naar die onzin. Het gaat echt helemaal nergens over. Slaat er gewoon echt helemaal nergens op, weet je? Ik ben alleen. Hè? Ik ben daar blij mee. Je hebt gelijk, het is ook allemaal onzin. Ik heb alles van Wikipedia gehaald. Het stelt ook allemaal niks voor. Ik stel niks voor. Ik heb een zaal gehuurd voor 3023 euro, gewoon omdat ik een beetje snak naar menselijk contact. Ik heb al jaren geen fatsoenlijke date meer gehad. Ik ben gewoon, ik voel... Ik ben gewoon alleen. Vriendschapsverzoek. Vind ik leuk. Alleen samen. En toch samen alleen.